Kinderopvang ontkent striptease. En verslagenheid na dodelijke infectie bij leerling. Goedenavond, donderdag 24 mei. Dit is U-nieuws. Grote verslagenheid op het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede. Een leerling is plotseling overleden door de meningokokkenbacterie. De school schrijft op de website dat de vlag half stok hangt en dat hun gedachten uitgaan naar vrienden en familie. De dood van de 14-jarige Julie is moeilijk te bevatten voor de school. Ouders hebben allemaal een brief gekregen van de GGD. De gezondheidsdienst verwacht niet dat er besmettingsgevaar is, maar waarschuwt de leerlingen wel om alert te zijn. Symptomen kunnen vaag zijn, dus als niet lekker zijn, griepachtig gevoel, koorts is er vaak bij betrokken, maar dat is ook niet altijd het geval. En dat is ook het gevaar ervan, het begint vaak vaag en daardoor zoek je niet altijd meteen een huisarts op en kan het ineens heel snel heel ernstig verlopen. En daarom hebben we ook wel de leerlingen, de klasgenoten hierop attent gemaakt. En meer informatie over meningokokken vindt u op onze website en in de app. Kinderdagverblijf Jolie uit Utrecht baalt van alle commotie die is ontstaan naar een feestje van medewerkers. Eerder dit jaar heeft een medewerker wat slagroom van zijn collega afgelikt, terwijl er in het pand ook kinderen aanwezig waren. Nou, na een inspectie van de GGD concludeert de gezondheidsdienst dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Vandaag organiseerde het kinderdagverblijf een persconferentie waarbij camera's buiten moesten blijven. Ja, collega Rob van Dijk staat op de redactie. Rob, jij mocht wel naar binnen, zonder camera weliswaar. Wat is er nou precies volgens het kinderdagverblijf gebeurd? Nou, zij zeggen dat het een gewoon verjaardagsfeestje was van een medewerker die 50 jaar werd. Alleen, het werd een beetje een jolige sfeer. Het liep een klein beetje uit de hand. Die vrouw werd op een karretje gelegd in de gang. Vervolgens kreeg ze een soort folie over erheen en werd slagroom gespoten. En een mannelijke collega deed toen zijn shirt uit, ging er een beetje mee zwaaien en zou net alsof gedaan hebben dat hij die slagroom eraf likte. Nou, er klopt voor de rest helemaal niets van dat het een vooraf geplande striptease zou zijn, zegt de directrice vandaag. Oké, maar er waren wel kinderen in het pand aanwezig. Ja, het was om 10 uur in de ochtend. Dus ja, dan heb je inderdaad ook kinderen in al die gebouwen. Maar wat ze zeiden, het was dan wel een spontane actie. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat alle deuren dicht waren. Ja, en de deurklinken daar zitten op hoogte waar die kleine kinderen in ieder geval niet bij kunnen. Dus er is ook nooit het risico geweest dat de kinderen onverwachts binnen zouden vallen. En hebben de medewerkers spijt van deze actie? Nee, eigenlijk helemaal niet, want het was niet gepland. Het was een spontane actie. En zei de directrice een beetje cryptisch vandaag. De medewerkster die 50 werd, had dit gewoon even nodig. Nou, we weten niet waarom zij dat nodig had, maar dat werd als verklaring gegeven. De schuld ligt eigenlijk bij de GGD die dit inspectierapport maakte. Want dat is gebaseerd op een meetmethode voor grensoverschrijdend gedrag onder jongeren, tieners eigenlijk tot 18 jaar. En dan vooral op seksueel gebied. En dat had hier helemaal niets mee te maken. Bovendien, degenen die erbij betrokken waren, die waren al veel ouder dan 18 jaar. Kortom, de GGD is degene die de fout heeft gemaakt. Ja, dat klinkt allemaal juridisch. Hoe gaat het nu verder? Ja, in principe, de GGD valt dus onder de gemeente Utrecht in dit geval. Nou, het kinderdagverblijf heeft bezwaar aangetekend. Dat wachten ze nog even af. Mocht daar helemaal niets uitkomen, dan overwegen ze een stap naar de bestuursrechter. En dwangsommen zouden dan ook tot de mogelijkheid behoren tot wel 100.000 euro, werd tussen neus en lippen even gezegd. Maar, benadrukt de directrice ook, ik ga veel liever praten met de GGD. Ik hoop dat we er met een goed gesprek alsnog uitkomen. Ja, dankjewel, Rob van Dijk. Er is vanmiddag weer iets meer duidelijk geworden over de raket waarmee vlucht MH17 is neergehaald. Het gaat volgens het internationale onderzoeksteam JIT om een bukraket van de 53ste brigade van het Russische leger uit Koersk. Vanmiddag was er een persconferentie in Bunnik. Gehoopt werd dat er namen van verdachten genoemd konden worden, maar dat was niet het geval. Via een sporenonderzoek op de restanten van de raket weet het team wel wat meer over de herkomst. Ze zouden kunnen overwegen de Russische staat aan te klagen wegens aansprakelijkheid voor het neerhalen van, of mede aansprakelijkheid voor het neerhalen van MH17. Het kabinet gaf ook aan van we moeten de JIT afwachten. Nou, het JIT heeft nu een hele belangrijke uitspraak gedaan. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat de politiek zich nu gaat bemoeien met de verantwoordelijkheid van de Russische staat.
Ja, bij de ramp met de MH17 vier jaar geleden kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Onder hen ook inwoners uit onze regio. Een speler van de Amersfoortse voetbalclub HVC is veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor de mishandeling van een tegenstander. In februari liep een wedstrijd tegen een Amsterdamse club uit op een massale vechtpartij. De Amersfoorter sloeg een Amsterdammer bewusteloos. Een andere HVC-lid dat bij de vechtpartij betrokken was, is vrijgesproken. En een derde verdachte staat over 3 maanden voor de rechter. De grote verbouwing van station Driebergen-Zeist ligt op schema. De tunnel onder het spoor is bijna klaar. Vanaf 11 augustus wordt de rails op de tunnelbak gelegd. En dan is er ruim 2 weken geen treinverkeer mogelijk en worden er bussen ingezet. Nou, begin juni is de bouwplaats open voor publiek tijdens de Dag van de Bouw. De opvang en zorg voor veel Utrechtse daklozen is niet goed. Dat concludeert de Rekenkamer van Utrecht. Niet iedereen krijgt tijdig ondersteuning of de juiste hulp. En daardoor is het risico op terugval groot. Ook zijn er lange wachtlijsten voor de crisisopvang. De Rekenkamer pleit voor meer sociale huurwoningen voor daklozen. Een 20 meter lange mat met zonnepanelen. Die ligt er sinds vandaag op het wegdek bij Kokkenge. Want vanaf nu is de N401 de eerste energieweg van onze provincie. De komende tijd wordt er gekeken of de zonnepanelen op de weg genoeg energie opwekken om huishoudens van stroom te voorzien. En de panelen moeten natuurlijk ook bestand zijn tegen al dat verkeer dat er overheen raast. Het gaat om een proef van 2 jaar. We testen de opbrengst, we testen of het blijft liggen, hè, of het niet kapot wordt gereden door het verkeer. We testen of het glad wordt in de winter. We willen ook gaan onderzoeken of we ook het wegdek kunnen verwarmen in de winter via de zonnecollectoren. Om zo te zorgen dat we niet meer hoeven te strooien. En dat maakt de weg weer veiliger. Dus minder ongeluk in de winter. En als de proef slaagt, dan is dat volgens de provincie een belangrijke slag in de strijd tegen fossiele brandstoffen. Utrecht is een studentenstad. En om de studenten tegemoet te komen, worden er de komende jaren veel nieuwe studio's bijgebouwd voor hen. Ruimtes met een eigen keuken, een douche en wc. Ja, dat is handig en fijn, maar is het ook te betalen? Ik zoek een kamer in een gezellig huis en waar ik met andere studenten eigenlijk gezellig kan wonen. Achter zijn laptop op zoek naar een kamer. Voor Stan is het een dagelijks tafereel. En hij merkt het keer op keer. Woonruimte vinden in Utrecht is lastig. Ja, dus ik reageer eigenlijk op zoveel mogelijk waarvan ik denk dat het leuk kan zijn. Tijdens zijn zoektocht komt hij bij dit nog af te bouwen project voor studentenappartementen. Als je hier gaat huren, dan is je woning 24/7 voorzien van beheer. Er is een beveiliger elke dag aanwezig en er is een huismeester aanwezig. Een gloednieuw gebouw met zelfstandige woonruimte, uitsluitend voor studenten. De huurprijs kwam ik net voor de bezichtiging achter en die was eigenlijk veel te hoog. Een appartement huur je hier voor €710,68. En dus krijg je huurtoeslag, mits je 23 jaar oud bent. Jammer voor Stan, want hij is een stuk jonger. Je zou kunnen zeggen dat ze bedoeld zijn voor de student die al een tijdje een kamer heeft en die eigenlijk nu wel iets voor zichzelf wil hebben. Dus het zijn de studenten die wat ouder zijn, die misschien wel iets meer luxe willen hebben en ook wel wat meer ontzorgd willen worden. Bijna 4000 studentenwoningen komen er in Utrecht de komende jaren bij. En een groot deel daarvan zijn luxere studio's als deze. Maar de gemeente moet niet uit het oog verliezen dat er ook veel studenten zijn met minder voorkeuren. Want voor die groep is ook een tekort. Dat zegt de partij Studenten Starter. Op zich is denk ik aan alle studentenwoningen wel behoefte. Maar als je ziet waar het meest behoefte aan is, is dat denk ik zelf de onzelfstandige kamer. Omdat je ziet dat heel veel eerstejaars die zoeken nog een kamer. Heel veel internationale studenten zijn die op zoek naar een kamer. Nou, die zoeken iets wat een beetje goedkoop is, wat een beetje gezellig is. Dus in die zin maak ik me er wel zorgen omdat we nu heel veel zelfstandige kamers krijgen die best wel duur zijn en voor heel veel mensen niet goed te betalen zijn ook. Stan kan niet anders dan blijven zoeken en hopen dat hij snel en betaalbaar het huis uit kan. De partij Student en Starter roept het nieuwe stadsbestuur van Utrecht op om meer betaalbare kamers te realiseren. En heeft u een kamer voor Stan? Laat het ons dan weten.
krijgt u nog het weer. Vanavond valt er in de regio een flinke regen- of onweersbui. De temperatuur daalt naar de 16 graden. Morgen lijkt op vandaag. In de ochtend zon. 'S Middags meer kans op onweer en regen. Het wordt dan zo'n 25 graden. Ja, kijk, ik doe natuurlijk mijn uiterste best met dat weer. Maar we kunnen het na de reclame beter vragen aan Harry Geurts. Hij werkte 38 jaar lang bij het KNMI en is vandaag te gast in onze uitzending. Ook praten we over muziektherapie bij Op de Intensive Care. En voor één keer mag u voor eigen rechtertje spelen. We zijn er over een minuutje. Tot zo.